Wanneer ga je eigenlijk in therapie? Dat is een vraag die ik in het verleden heel vaak kreeg van mensen die op het punt stonden om een keuze te maken, om naar een therapeut te gaan. Wanneer ga je in therapie? Ik ga de vraag anders stellen. En moet je opletten wat er gebeurt in jouzelf als ik deze vraag stel. Wanneer ga jij met de auto naar de garage? Je kijkt op de kilometers en je weet, hey, het is tijd om weer een onderhoudsbeurt aan de auto te geven. Wauw, er moet nu een grote beurt. Potverdorie, dat kost veel geld, maar goed, ik kan het niet verder uitstellen. Waarom deze vergelijking? Eigenlijk gebeurt met de mens precies hetzelfde. Op een bepaald moment kun je onvrede gewaar worden. Op een bepaald moment voel je dat je niet bezig bent in je leven met zingeving en betekenis. Je merkt dat je in een sleur zit. Je gaat niet fluitend naar je werk. Je merkt dat je in je relatie tegen sommige dingen aanloopt. En je laat het maar doorhobbelen. Nou ja, ik leef, dat is het belangrijkste. Maar een stuk levensvreugde mis je. Dat zou het moment kunnen zijn waardoor je besluit, ik ga in therapie. Vaak is het geval, en dat is het verschil met even het voorbeeld van die auto. Die auto kun je het gewoon zien. Hey, die heeft een beurt nodig. En vaak zie je bij mensen dat ze niet wachten tot met een soort regelmaat, als ze even iemand opzoeken om hun hart te luchten. Heel vaak gaan mensen ook te laat. En dat betekent dat er eerst iets moet gebeuren waardoor ze in beweging komen. Maar voor mij is het heel essentieel, op het moment dat je naar een therapeut gaat, dat je daar geen wonderen verwacht. En ga dan ook niet naar een therapeut die wonderen belooft. Of ga zeker niet naar een therapeut die bij voorbaat al zegt hoe goed hij of zij is. En de geweldige resultaten die hij allemaal geleverd heeft. Wanneer je naar een therapeut gaat, is het belangrijk dat het goed moet voelen. Er moet een klik zijn. Er moet een affectie zijn tussen jou en die ander. Tussen jou en de therapeut. En dan is eigenlijk wat er gebeurt, en dat maakt sommige mensen heel gewichtig, maar ik hou van transparantie. Voor mij moet het zichtbaar zijn wat je gaat doen. Wat er dan gebeurt is dat de therapeut met jou de bestaande situatie in kaart brengt. Waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? Waar pieker je heel veel over? Natuurlijk kom jij met je hulpvraag. Maar die hulpvraag is vaak een eerste stap om het grotere geheel in kaart te brengen. En dat noem ik kijken naar de bestaande situatie. En wat is dan therapie? Dat je eigenlijk een perspectief creëert met elkaar. Dat je van de bestaande situatie naar de gewenste situatie gaat. En die gewenste situatie kan zijn, heeft uiteindelijk als doel dat je gelukkiger wordt, gezonder wordt, meer tevreden bent, meer liefde in je leven krijgt. Dat is altijd het gevolg van de gewenste situatie. Nu is het belangrijk dat je met de therapeut op koers blijft. Dus je gaat van A naar B, dit is de bestaande situatie, je gaat naar de gewenste situatie. Maar het is belangrijk dat tijdens dit traject, tijdens de sessies, dat je weet waaraan je aan het werken bent. Soms zul je misschien een klein zijpad in moeten gaan om uiteindelijk weer terug te komen bij jouw gewenste situatie. En lieve mensen, ik kan het niet genoeg zeggen. Ik heb zelf die ervaring ook gehad, maar ik heb het ook vooral gehoord en gelezen en zie het om me heen. Ben waakzaam naar wie je gaat. Voel dat die persoon die tegenover je zit, dat dat een professional is. Dat die weet waarover hij of zij het heeft. Dat die voldoende, niet alleen theoretische bagage heeft, maar ook voldoende ervaring heeft. Misschien voldoende doorleefde levenservaring heeft. Anders kun je wel eens overgeleverd zijn aan mensen die stem van God horen of van Michael en dan jou iets meedelen. Dit staat jou te doen. Dit moet je vooral niet doen. En wie ben ik om te twijfelen aan de stem van God? Maar je betekent wel, als je in zo'n situatie terechtkomt, dat je eigenlijk
met een soort met de rug tegen de muur staat. Want die ander weet het zo goed voor jou. En dat is gevaarlijk. Want jij dient namelijk samen met de therapeut de gewenste situatie te verwoorden. Niet de therapeut. Die is niet bij machten. Mag het zelfs niet eens zeggen, je moet dit of dat doen. In het verleden hoorde ik als een therapeut tegen een cliënt zeggen, dat was tijdens mijn eigen stage, het is denk dat het belangrijk is dat je gaat scheiden. Dit mag een therapeut nooit zeggen. Het moet voortkomen uit het proces waarin jij zit en dat jij zegt, ik heb het idee dat het beter is om een punt achter mijn relatie te zetten. Want dan ben je waarachtig bezig van de bestaande situatie te gaan naar de gewenste situatie. Ik hoop dat wie van jullie ook in therapie gaat, dat je bij de juiste therapeut terechtkomt, waar een klik is en waar je dat proces in kunt gaan. In kaart brengen van je gewenste situatie. In kaart brengen bedoel ik van je bestaande situatie, om te gaan naar je gewenste situatie. Ik wens je daarbij een heel mooi proces toe.